Mieke Maat hier van Wakker Worden met vlog nummer 208. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. Ik heb gisteren zoiets gaafs meegemaakt. Dat wil ik zo graag eventjes met je delen. Gisterochtend nam ik een video op over de kracht van visualisatie. Waarin ik uitlegde over hoe je kunt visualiseren en hoe je dat in je voordeel kunt gebruiken. Daarna had ik 's middags een coachsessie. En dat was een eerste sessie met een dame die ik 2 weken geleden had gesproken voor de intake. En in de tussentijd was daar, zij moest de financiering rondkrijgen. Dus er had 2 weken gezeten tussen het kennismakingsgesprek en de start van het traject. Dus de eerste sessie. En ik vroeg haar hoe het met haar was gegaan in de afgelopen 2 weken. En ze vertelde me dat ze hele slechte weken had gehad. Ze had heel veel last gehad van hyperventilatie. En als ze niet aan het hyperventileren was, dan was ze bang om te gaan hyperventileren. Misschien herken je dat wel. Hè? Dus ze ging van zich rot voelen en zorgen maken over het benauwd hebben naar het feitelijk benauwd hebben. En toen ze daarover aan het vertellen was, toen voelde ik helemaal de ademhaling weer omhoog gaan. Dus ik vroeg, waar zit je ademhaling nu? Hoe voel je je nu? Toen zei ze, ja, ik begin het een beetje benauwd te krijgen. Ik zei, nou, dit komt omdat je er nu over praat. Hè? Dus hoe meer aandacht je daaraan besteedt, hoe meer je dat gevoel ook bij jezelf oproept. Dus ik heb haar uitgelegd hoe dat principe werkte en haar uitgenodigd om er gewoon niet meer over te praten en er geen aandacht meer aan te besteden. Dat klinkt heel simplistisch, maar dat is wel de oplossing. En ga maar na, op het moment dat je je ergens druk over maakt, dat je bang bent bijvoorbeeld dat je gaat hyperventileren, dan ben je dus bij jezelf angst aan het oproepen. Angst is stress. Bij stress schiet je ademhaling omhoog, ga je hyperventileren. Dus daar is het cirkeltje rond. Nou, toen we dat hadden gewerkt, hoe dat werkt en dat ze daar begrip op had, was het noodzakelijk om haar aandacht te verleggen naar die benauwdheid naar iets anders en haar lichaam weer naar ontspanning te brengen. Nou had ze mij in het kennismakingsgesprek verteld dat ze wat haar lievelingsvogel was. Ze vertelde dat ze graag naar vogels keek en haar lievelingsvogel is de staartmees. Ik ken eigenlijk de staartmees niet zo goed. Maar we stonden op een pad en aan de linkerkant stonden bomen. En ik zei, kijk, er zit een staartmees. Er zat helemaal geen staartmees, maar we gingen visualiseren dat er een staartmees zat. Nou wist ik niet dat staartmezen altijd in groepen zijn. Dus zij voegde toe, oh, er zitten er heel veel, er zit een hele groep staartmezen. Dus wij gingen kijken naar een denkbeeldige groep staartmezen. Ik had haar in de kennismaking verteld dat mijn lievelingsvogel een roodborstje is. Dus ze zei, kijk, er zit ook een roodborstje. Dus wij stonden met z'n tweeën te kijken naar een denkbeeldige groep staartmezen. En een roodborstje. En we hadden er heel veel plezier om. En zij begon te ontspannen. En dat was uiteraard het doel. Het ging mij niet om het fantaseren over een groepje staartmezen. Maar het ging mij erom om haar aandacht te verleggen van haar hoge ademhaling en haar benauwdheid en haar lichaam te brengen naar ontspanning door haar aandacht af te leiden. En met het denken aan staartmezen, die zij heel leuk vindt, werd ze blij. En daarmee ontspande ze haar lichaam. Dus we hebben zo eventjes de visualisatie voortgezet. En op een gegeven moment vroeg ik aan haar, hoe voel je je nu? Toen zei ze, oh ja, blij en ontspannen. Ik zei, nou, dat is fijn. Dat was ook het doel. Dan kunnen we nu verder met de sessie. En toen we verder gingen met de sessie, heb ik met haar in de ademhaling ruimte gemaakt. En we liepen een stuk verder en we kwamen op een gegeven moment op een plek waar ik met haar graag een ademhalingsoefening eventjes wilde doen. Die haar kan helpen op het moment dat ze
mijn hoofd begint te ademen om dat rustiger te krijgen. En we kwamen daar aanlopen en wat zat er in de boom? Een hele groep staartmezen en een roodborstje. Dit was werkelijk zo fantastisch. Dus de visualisatie die wij hadden gedaan, die manifesteerde zich, ik denk een kwartiertje later, in het echt. Dus dat is wat de kracht van visualisatie doet. Vervolgens hebben we even staan genieten van het optreden van de staartmezen. En ik moet er gelijk geven, het zijn inderdaad hele leuke vogeltjes. Ze waren echt met elkaar aan het spelen en alleen al daarnaar kijken. Daar werden we heel, heel vrolijk van. En ik kreeg mijn roodborstje te zien, waar ik ook heel vrolijk van word. Dus we hebben daar eventjes van staan te genieten. En vervolgens hebben we de ademhalingsoefening gedaan. Het mooiste vond ik, ik vraag aan het eind van de sessie altijd naar het meest waardevolle inzicht. Van, wat heb je, welk inzicht neem je nou mee uit deze sessie? En wat zij zei was dat zeg maar de manifestatie van de staartmeesjes heel leuk vond. Dus dat we echt een groep staartmeesjes tegenkwamen. Maar het belangrijkste inzicht wat zij meenam, was dat met het visualiseren ze eigenlijk al haar eigen gevoel en humeur en staat van zijn kon veranderen. Dus door alleen maar te fantaseren dat er een groep staartmezen zat, die er helemaal in werkelijkheid niet was, ging ze zich beter voelen. En dat was haar belangrijkste inzicht. En ik hoop dat jij dat inzicht door deze video ook meeneemt. Weet je, dus natuurlijk is het leuk om iets tastbaars te hebben. Maar alles wat we denken dat we graag willen hebben, dus die nieuwe baan of die nieuwe auto of die nieuwe partner of een betere relatie of een leukere baan, whatever, is omdat we denken dat we daar gelukkiger van worden. Maar door er in fantasie al te zijn, door dat te visualiseren alsof het er al is, word je instant gelukkig. En je kunt dus ieder moment kiezen, ongeacht de huidige omstandigheid, om gelukkig te zijn. En dat was het meest waardevolle inzicht wat zij meenam uit de sessie en wat ik je graag in deze video mee wil geven. Ik hoop dat deze informatie waardevol voor je is. Mocht dat zo zijn, doe even een duimpje omhoog. En misschien wil je de video ook delen, zodat meer mensen op de hoogte raken van de kracht van visualisatie. En hoe je je eigen gevoel kunt beïnvloeden door je focus te richten. Mocht je vaker dit soort video's willen ontvangen, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle ins en outs over stress en burn-out. En dankjewel voor het kijken en ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende video. Doei doei!